allemaal, wat fijn dat u er in zo grote getalen weer bent. Al in 1946 organiseerden Amsterdammers een stille tocht om samen te herdenken. En vandaag doen we dat ook en lopen we met elkaar naar de herdenking op de Dam. En de scholieren, ik heb net al gezegd, die met ons meelopen, die komen uit Amsterdam en Flevoland. En zij leggen straks bloemen bij het Nationaal Monument. Vandaag herdenken we de gevolgen van radicale uitsluiting. We herdenken hoe Joden, Roma en Sinti werden vermoord. En ook verzetsmensen, de helden die toen nee hebben gezegd. En dat met hun leven hebben moeten bekomen. We herdenken ook hoe homoseksuelen, gehandicapten en anderen uit onze stad werden gemarginaliseerd. Hoe ons land werd bezet en de oorlog overal ter wereld dood en ellende bracht. En opnieuw zeggen we, en dat is ook nodig, dat nooit weer. Met de stille tocht lopen we straks langs allerlei plekken waarin de oorlog afschuwelijke dingen zijn gebeurd. Hier op het Stadhuisplein stond het voormalige Joodse jongensweeshuis. Daar zijn, het is net ook al gezegd, zojuist bloemen gelegd door leerlingen van het weekendstudentenproject SKC om te herinneren aan de 100 weeskinderen die in de oorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Op 4 en 5 mei vertellen we elkaar verhalen. En iemand die als geen ander verhalen deelt, is meester Martijn Liger. Hij vertelt over de geschiedenis van zijn school, de Witte Olifant. En ik geef hem graag het woord.